Het is nu zo'n anderhalve maand geleden dat Glennis Grace met haar knokploeg op haar buurtsupermarkt is afgestormd. Ze heeft flink huisgehouden in de Jumbo en alles staat op beeld. Nu ze geen enkele uitnodiging meer krijgt en ook de Ladies of Soul onder druk staan om Glennis uit de groep te zetten, begint ze hem te knijpen. Eindelijk is Glennis alsnog met excuses gekomen, één dag nadat Lil Kleine hetzelfde deed. Buiten Patty Bart, om die zelfs bij een drievoudige moord nog over haar hart strijkt als er een excuusfilmpje komt, valt het filmpje van Glennis niet echt lekker. Verslaggever Aaron Bade van RTL Boulevard denkt dat Glennis gewoon goed naar Lil Kleine, Jorik Scholte, heeft gekeken. Het lijkt wel een beetje kopieergedrag, van, hey, dat is misschien ook wel goed als wij dat doen. Ik heb vandaag ook even contact gehad met wat buurtbewoners en mensen in de Jordaan. Wat zeggen die mensen in de Jordaan? De mensen die hier direct bij betrokken waren en de jongeren die bij de Jumbo werken vinden dit een klap in hun gezicht. Die zeggen, er is daar zoveel gebeurd, het is ook in vereniging gebeurd. Ze kwam daar met een zogeheten knokploeg. Die kunnen dit niet aanzien. Het is gewoon ongeloofwaardig, aldus Aaron. Zo rustig als ze nu in dit filmpje is, zo rustig had ze eigenlijk ook toen moeten zijn. Dat gevoel heerst nu heel erg in de Jordaan. Ze geloven het eigenlijk niet. Collega Luc Ikink, dat komt ook wel door de timing, hè? Juist omdat ze het vandaag doet, direct na het filmpje van Lil Kleine. Het voelt als kopieergedrag en daarom ga je het minder geloven. Weekendbaas Bart Ettekoven is het daarmee eens. Ik dacht alleen, dat is de volgende patiënt in de wachtkamer, en wie gaan er allemaal nog volgen? Wat krijgen we allemaal nog meer voor huilie-huilie-video's van mensen om onze oren geslagen? Want er zitten er natuurlijk nogal wat in de wachtkamer, zegt hij in shownieuws. Het is damage control, aldus Bart. Ik krijg een beetje het gevoel en dat heb ik gisteren ook over Lil Kleine geroepen dat dit soort mensen de consequenties langzaam beginnen te voelen in hun portemonnee van de dingen die ze hebben gedaan. Mensen hebben haar natuurlijk afgebeld, ze ziet haar agenda leeg en de kosten lopen ondertussen wel door. Johan Derksen gelooft Glennis niet, zegt hij in Vandaag een site. Weet je waarom dit excuus nu komt? Dat is heel eenvoudig. Kijk, de podia zijn weer open en ik denk dat er weinig uitnodigingen om op te treden komen. Die Ladies of Soul gaan weer toeren en daar gaat haar carrière en haar poen. Het is wel enige tijd na dato dat ze hiermee komt, hè? De videoboodschap is volgens Helene Hendricks niet best. Ik vind het echt een beetje kneuzig zelfs. Met bepaalde stiltes laten vallen en het is precies na Lil Kleine. Wilfred Gené, het is al zo laat en het is met een bijbedoeling. Je wil je baan veiligstellen. Kees van der Spek zegt in Jinek dat het geloofwaardiger zou zijn als Glennis in stilte haar excuses zou aanbieden aan Jumbo-medewerkers, maar volgens Mark-Marie Huibrecht zit daar niemand op te wachten. Ik denk dat de mensen van de Jumbo het niet zo fijn zouden vinden als zij nou langs zou komen. Met die groep van zeven ook weer. De comediant, ze moet nu niet denken, als ze dit hoort van, oh, dan ga ik morgenavond eens lekker langs. Dat moet ze niet doen, want die mensen schrikken zich rot. Ik denk ook niet dat die haar muziek opzetten. Ik denk gewoon dat die even niets met haar te maken willen hebben.